3, 2, 1. Heb je al spijt van deze? Ja, een beetje. Je ging vanaf weer dat mee. Kijk dan. Luciano! Hey! Oh mijn god. Oké, daar gaat die mensen. Ik weet niet wanneer die gaat. Heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen, maar wel een beetje kort. Wel echt serieus een beetje kort. Oef. Gisteravond is familie Chirac aangekomen en wat een chaos, wat een drukte. Onze auto is meteen kapot gegaan ook, ongelooflijk. Dus we hebben nu de bus van Shahid en ik moet nu ook opstaan. Ik zou eigenlijk kunnen blijven slapen, maar omdat Marvin een afspraak heeft bij de nagelstudio hier om 9 uur en aangezien de auto kapot is en ik de bus nodig heb om familie Chirac op te halen, moet ik dus met de bus nu Marvin ook gaan brengen naar de nagelstudio. Maar dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Yes. Dus ik ga Marvin brengen met de megabus. Hey, en dit is de dropje die ik gisteren heb gekocht. Ja, die is echt nice. Die is echt nice. Goeie aankoop. Leuk, hè? Ja, ik vind hem heel erg leuk. En ik ben nog steeds super blij met mijn mega toeristisch Italiaans voetbalshirt wat ik van Milan heb gekregen. Echt heel erg lijp. Oké, kort nachtje dus, maar gaat goed komen, want vandaag wordt echt serieus een mega vette dag. We gaan naar een waterpark en daar zijn we vorig jaar ook geweest, maar jeetje, daar ben ik nog lang niet op uitgekeken. Het is Carnival World en dat waterpark is zo ziek, hè. Je hebt echt de lijpste dingen. Dus ontzettend veel zin in. Dus laten we maar snel Marvin even wegbrengen naar de nagelstudio. Oh ja, en dit is trouwens de bus waar ik nu mee ga rijden. Het is een knijtersdikke bus en het is voor 9 personen. Het paardje staat er ook nog steeds, zoals jullie kunnen zien. Hoppa. Hey, hey, hey. I'm on vacation. Ja, toch? Ja, goeie. Ciao! Nou, ben benieuwd hoe de nagels worden. Ik ben nog een beetje moe, maar dat komt wel goed, dat komt wel goed. Ik ga even de navigatie instellen om naar familie Shahid te gaan. Ook al weet ik het wel bijna uit mijn hoofd, want het is niet zo ver. Maar toch om er zeker van te zijn. Zo, daar ben ik alweer. En hier staat dus de auto die gisteren kapot is gegaan. Helaas, helaas. Maar als het goed is, wordt die vandaag al naar de garage gebracht. Dus die zien we misschien nog wel terug tijdens ons verblijf hier in Italië. Nou, ik heb ze niet verteld dat ik er nu ben. Dus laat ik maar gewoon naar het huis toe gaan en kijken. Kijken of ik ze een beetje kan verrassen. Hey, maatje! Hey, maatje, wat ben je aan het doen? Wat doe je hier buiten? Kijk hier, helemaal nat. Ja, helemaal nat. Heeft het hier geregend? Daar ook helemaal nat. Nee, ik doe Milana. Ja, oh, dat heeft Milana gedaan. En wel super sneu, want ze komen hier naar Italië voor mooi weer. En het heeft keihard geregend. Papa, is hij niet meer? Ja. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Hey, maatje. Ik ben jouw vader geworden. Hey, maatje. Hey. Hey, maatje. Hey. Zo, kijk eens even. Heb je nog meer Pokémon-kaarten? Ja, toch? Ja. Kijk, Virginio laat even zijn Pokémon-collectie zien. Kijk dan, wat een dikke kaart heeft hij, hé. Holy moly. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Nee, niet normaal. Pikachu. Ik heb 2 Pikachu's. Hele vette verzameling heb je al, hoor. Blastoise, Lapras. Kijk, allemaal Pokémon-kaarten. Hé, hey, wat is dit? Knolpower, hè? Ja, jij hebt ook Pies dan. Ja, ook Pies. Ja, de Pies heb ik. Kijk, die heb ik hier. Oh, nee, dit is net te kijken. Ja, dit is de Pies, hè? Ja, toch? En ja, toch? Dat is de Knolpower logo. Ik heb ook deze in mijn kamer. Ja. We hebben ook deze. Een sticker, een hele grote sticker. Ja, je hebt een raam of een muursticker, hè? Ja, toch? Hoe komt die daar nou aan? Hij plakt alles aan elkaar. Ja, ja toch? Wat doen we, Luciano? Je bent zo'n kleine boef, hè? Jij. Je bent een kleine boef, jij. Jongen, jongen, jongen. Met dat hemdje ook. Oké, nou goed. In ieder geval, Virginio heeft echt een mega dikke... Ja, ik ben heel even aan het kijken bij Virginio naar zijn Pokémon-kaarten. Maar een hele vette Pokémon-kaart, Virginio. Echt heel nice. Ik vind het cool. We hebben nog eentje. Zo, wat heb jij dan, Milana? Weet je wat ik ben? Wow! Dit lijkt jij wel een beetje. Als jij een Pokémon zou zijn, zou je deze zijn, toch? Ja, ik denk dat als jij een Pokémon kon kiezen, dan zou je graag deze willen zijn, of niet? Ik denk dat ik ook heb. Toch? Kijk. Ah! Ik ben zo. Oh, Charizard. V-Max, Charizard. Jee, yeah, jee, yeah, man. Weet je welke ik ook heb? Ja, deze is zo die dik, jongen. Krijgen. Kijk hoe dik deze is. Wat is een maatje?
Wat is die, jongen? Kijk hoe vet deze is. Dat is echt sick. Ik heb ook een regenboog. Ja, deze regenboog is ook vet, hoor. Je bent druk. Echt nice. Hier, kijk dit. En dan zo. Je maakte mij ook goed nat. Oké, het is in de ochtend en iedereen schreeuwt al de hele tijd Enzo. Dus gaat... Enzo. Ja, ja. Zeg maar ciao. Ciao, bello. Wow, kan je dat gewoon zeggen? Ciao. Ja, Italiaans, Luciano. Ciao. Ciao, Luciano. Ciao. Geniaal, ik kan gewoon ciao zeggen. Allemaal nog rijden. Ja, ik moet navigatie instellen, helemaal wijsneus. Hoppakee, er zaten zelfs mensen in het zwembad. Jij staat onder de parasol nu. Oh mijn god. En nu begint de zon weer te schijnen. Dit is echt typisch Italië wel, hoor, met het weer. Het is echt keihard gaan regenen in één keer. Dus dit is ook echt een perfecte dag. Luciano, wat is regen? Is daar allemaal regen ook net? Ja. Beetje koud, hè? Ja. Echt een beetje koud. Ja, in één keer, jongen, regenen. Wow, niet normaal. Maar goed, het is nu al bijna weer droog. En straks gaat de zon schijnen en dan helemaal prima, joh. Geen probleem. We zitten hier lekker met z'n allen aan tafel. Of nou, er missen een paar kinderen, maar die rennen de hele tijd naar de speeltuin. Geen probleem. En we zijn even lekker aan het eten. We hebben een formuliertje ingevuld, zodat we straks kunnen filmen bij het waterpark. Dus dat is ook helemaal top. Dus dan kunnen jullie alles zien. En voor de rest gaan we lekker eten. Denk je dat jou dit gaat lukken? Om helemaal naar boven te komen. Ja. Kijk deze megatrap. Oké, ga maar. Ik volg je. Go, 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 go. Oh mijn god. Oké, Marion heeft gisteren geteld. Het zijn 79 tredes. 79. Kom op, Virginio. Kom op. Doorzetten. Kom op. Het begint al zwaarder te worden. Kom op, Virginio. Het begint al hoger te worden. Ja, hè? Steiler. Kom op, we zijn er bijna. 79. Kom op. 25, 26, 27, 28, 79. Oké, we zijn boven. Het is nummer 103. Zoek jij maar op, nummer 103. Vandaag. Hoppakee, lekker maat. Wow, dat is best wel moe, hè? Ik bedoel, best wel vermoeiend. Maar goed. Ik ben ook nog naar beneden. Oh, ik moet wel goed Nederlands blijven praten. Oké, wat ik nu even ga doen is het volgende. Ik heb een ontbijtje besteld voor Myron, want die kan nu niet mee ontbijten. En ik ga nu eventjes de kamer in. En dan ga ik ervoor zorgen dat ik alles meeneem, zoals handdoeken, zwembroeken, bla bla bla, al die spullen. Dus bikini voor Myron, heel goed. Dat ook. Mama. Ja, en voor je moeder, ja. Die moeder gaat op vakantie en vergeet een bikini mee te nemen. Ja, ik heb zelfs twee zwembroeken mee. Jongen, jongen. Hier, ken je dit ook? Ja, je hebt mijn nicht ook. Ja, geniaal is dat. In wit en grijs. Dat is leuk, hè? Heet dat omdraaien. Zo, ik heb alles helemaal gepakt. Alles compleet. Tenminste, daar ga ik vanuit. Zonnebrandcrème, ook belangrijk. Ook al wordt het niet dus de beste dag vandaag. Maar juist daarom gaan we vandaag naar het attractiepark. Of het waterpretpark. Of het waterpark, hoe je het wil noemen. In ieder geval, dat is wel, denk ik, een goede tip die ik jullie kan geven. Als het niet zo mooi weer wordt, dan kan je het beste op dagen zoals dat een beetje gaan... sightseeën. Dus gewoon naar dorpjes gaan, naar stadjes gaan, een beetje bekijken. Want dan is het gewoon lekker cool, lekker fris. En dan is er niet zoveel zon, dan ben je niet zo aan het zweten. En dan kan je gewoon lekker heel chill, kan je alles een beetje ontdekken. En een dag als vandaag, ik bedoel, regen in een waterpark is helemaal niet erg, want je wordt toch al nat. En het is sowieso niet koud als het regent hier. Dus nogmaals, ik denk dat vandaag echt de perfecte dag is voor het waterpark. Nou, gaan we alle 79 treden weer naar beneden lopen. En dan gaan we er toch echt vandoor, mensen. Hebben we er zin in? Hey! Hebben we er zin in, maatje? Ja! Yeah! Hola, chica! Hola, chica, signoria! Ik heb een lunchpakketje voor je. Lekker! Ik heb wat drinken voor je. En? Is dit drinken echt voor mij of is dit voor jou? Dit is echt voor jou. En? Oh. Dit ga je niet geloven. Oh. Ja, nice! Ik heb je Apple Watch meegenomen. Ik wil nog even vragen. Helemaal opgeladen en al. Oh, nice! Je hebt op mijn homestuur, dat zag ik. Ja, ik heb hem echt duidelijk om. Ja, echt, hè? Ja, dat kan je wel echt goed zien, ja. Kijk dan. Altijd de horloge om. Nou, stap in. Yes. Gaan vertrekken. Oh. Laat je nagels eens zien, trouwens. Oh, wow. Wow! Vette kleur, hoor. Oh, ja, mooi, hè? Heel mooi. Oh, wat? Oh, oh mijn god. Wow, dat is precies hetzelfde. Ik heb het helemaal niet gezien. Dat is echt precies hetzelfde. Oh, je hebt je tenen
s'avonds niet. Nee, ik heb niks zwart. Maar daarom duurde ze lang. Geniaal. U weet ik heb nu een half uur op jullie zitten wachten. Daarom duurde het zo lang. Nee, Benzo. Ja. Wij zaten een half uur in de auto te wachten. Oké, ze zaten weer op mij te wachten. Oké, wie het liedje kent mag meedoen, ja? We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Oké, hier naar links. Nee, niet hier. Ja. Ja, daar. Oh nee, nog verder. Ja, ik ben de beste navigator ever. Hier? Nee, verder rechtdoor. Als wij meedoen aan een rally, dan komt het helemaal goed. Ik denk het nee. Nee, verder rechtdoor. Nee, verder rechtdoor. Waar die motor vandaan komt. Oh. Daar zijn we, Caneva World. Kontje kaal. Hey. Hallo. Ciao, Bello. Zeg maar, Virginio. Ciao. Ciao, Bello. Ciao, Bello. Dat betekent gewoon hallo. Zeg maar, ciao, Bello. Ciao, Bello. Ciao, Bello. Dankjewel. Ciao. Grazie. Oké, parkeren, ticket betaald. Parkeren en zwemmen. Het is nu alweer warm. Kijk, het regent hier nergens. Perfect. Ja. Het past ook gewoon. Wat doet hij? Hij komt serieus van de achterkant onder die stoel gekropen. Ja, ik ook. Jij ook. Nou, we moeten eruit. Kom. Ik ben beetje heet. Ja, de grond is een beetje heet, hè? Ja. Weet je hoe dat komt? Door de zon, goed zo. Ja. Wow, wat voor kleur is dit? Nee, oranje. Oranje. Dus oranje. En wat voor kleur is dit dan, Milana? Dat is mijn lievelingskleur. Wow, goed zo, rood. Nog een rood. Ja, deze bus is ook rood, hè? Nou, dankjewel, maatje. Kijk eens aan, dames en heren. We hebben onze bandje opgehaald. En we zijn gewoon bij het waterpark nu. Dus het gaat nu echt steeds dichterbij komen. Je hebt ook wel echt zin in een lekkere frisse duik. Jij ook, hè? Met dat zwarte shirt. Laat me hangen. Zal ik jou even helpen dan? Nou, als jij bij mij doet, doe ik ook bij jou. Is dit voor dat je... Is dit voor als je overal snel naar binnen wil? Als je ons kwijt bent. Dan kan je dit laten zien en dan wordt mijn nummer gebeld en dan kunnen we jou weer ophalen. Ah, het gaat fijn. Oké, let op dames en heren. Ik ga op deze manier ga ik naar binnen. En hoe ik eruit kom, ik stil de show vandaag. Niet normaal. 3, 2, 1. Oh, kijk die witte beentjes. Kijk daar. Let's go. Hij is een witte zwarte nu. Ik ga zo snel op die glijbaan vandaag. Wat doe je tussen je billen dan? Oh, kijk, zijn ze wel goed. Yo. Ik heb die ook. Kijk die witte beentjes. Hij is een beetje te klein, man. Ja, ik zag hem. Maar je kan hem wel makkelijk tussen je billen doen nu. Hij is wel een beetje te klein. Ik heb niks anders meegenomen. Nee. Ja, ik heb niks anders meegenomen dan dit. Oh. En hij is gewoon te klein. Nou, vrouwen ook allemaal klaar. We gaan beginnen. Gas erop. Hey, Matje. We gaan zwemmen. Oh, je moet je haai nog aan. Oh, wat heb je op je handen gedaan? Hij heeft desinfectiemiddel gehad. Oh ja. Ruikjes. Oh ja, kijk. Kijk eens, dames en heren. Megalodon lijkt het op. Ja. Wow, jij weet veel dingen, hè? Het lijkt inderdaad op Megalodon. Die mega, mega, mega haai. Hier, anders ga je onder die bak met water staan daar. Nou, Shahid is de eerste die eronder gaat staan. Samen met twee andere jongens. Daar gaat hij, hoor. Bramarantie. Wil je ook de shadow? Ga je met papa mee? Met papa samen. Hij wil niet. Durf jij, Milana? Nee? In één keer niemand durft. Deze is veel hard. Je hebt er eentje van boven en eentje van onder. Ga je toch wel, Milana? Ga maar snel naar papa. Toch niet? Jij wel, Gio? Jawel, jongen, jij wel, toch? Kijk, daar gaat Gio. Kom op, Gio! Deze is top. Deze gaat echt hard. Nou, daar komt hij, hoor. Oh, holy shit! Lekker, maat! Ga meteen onder de grote. Hij is nog aan. Deze gaat niet zo hard. Die andere gaat harder. Hij komt nu! Zwemhoek gaat ze wat uit. Ja, die van mij niet, want die zit gewoon te strak, die speedo. Ik ben gewoon te snel. Maar hoi. Geniaal. Heerlijk om even al wat water over je heen te krijgen.
genieten. Oké, alles is gefixt. We hebben hier onze spullen Wow, ik moet niet te hoog mijn hand houden, want dan heb ik hem in de propeller. Maar we hebben hier al onze spullen gefixt in dit huisje. Ontzettend relaxed. We hebben alles neergedaan. Toch hebben we alles voor de zekerheid qua telefoons in het kluisje gedaan. En het is nu tijd om deze grote camera waarmee ik nu aan het vloggen ben, om die achter te laten. En dan gaan we overschakelen naar de GoPro. En die ga ik natuurlijk meenemen in alle glijbanen die ze hier hebben. En ik kan jullie vertellen, voor de mensen die de vlog van vorig jaar niet hebben gezien dat ik hier was, dit wordt lijp. Dit wordt echt super ziek. Dus ga ervan genieten. Deze, dames en heren, deze is echt aan de ene kant mijn grootste vriend, maar aan de andere kant ook mijn grootste nachtmerrie, want deze is echt zo ziek. Je gaat hier met een band vanaf, twee personen, en je hebt het gevoel dat je voorover flikkert, dat je uit de band gaat. Is natuurlijk niet zo, maar het gevoel heb je en ik ga die met Shahid doen en dat wordt echt te vet. Kijk dan hoe stel dit gaat, dit is niet normaal. Dat is echt heel sick hoor. Je ziet helemaal niks. Omdat het zo stijl gaat, ik krijg al dat water in je gezicht. Maar toch is hij leuk, want ja, het gevoel wat je ervan krijgt is heerlijk. Als ik zo een beetje om me heen kijk, moet ik zeggen dat ik nog veel te weinig de speedo zie, mensen. Echt veel te weinig. Ook al moet ik zeggen, in Italië is het wel gewoner om met een speedo te gaan zwemmen dan volgens mij in Nederland. Want als je naar het Gardameer gaat, dan zie je sowieso al meerdere mensen in een speedo. Maar nu ben ik wel een van de weinigen. Maar het maakt niet uit, ik ga gewoon snel, jongen, met de speedo straks. Niet normaal. Oh ja, weet je wat er heel erg leuk is? Dat serieus Esmee er ook is. Super raar. Misschien voor sommigen van jullie die Esmee kennen van de vorige vlogs. Maar Esmee, voor de mensen die het niet weten, is een vriendin van mij van vroeger. Ik heb bij haar in de klas gezeten. En we spreken elkaar nog steeds. En ze zei, ik zit ook bij het Gardameer. Dus nu hebben we vandaag hier samen afgesproken bij Canepa World. Geniaal. En jij gaat deze ook doen? Tuurlijk, sowieso. Ah, dat wordt leuk. Ik ben benieuwd. Ik ga hierna ga ik jou weer filmen en vragen wat je ervan vindt. Ik denk dat je echt broer gaat poepen. Ik ben heel benieuwd. Shahid, gaan wij met z'n tweeën? Goed. Ja, wij gaan vliegen, ja. Oh, dit wordt zo lijp, dit is niet normaal. Ik zie Shahid ook helemaal lachen, jongen. Maar ik denk dat Shahid keihard gaat gillen als een meisje gewoon. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik. Droommotor voor de billetjes en de band. Kijk dan, gewoon. Nou, dit, we gaan nu wel meteen het engste doen van het hele park. Nee. Ja, meteen al. Maar dat is die dan, die is ook lijp. Ja, die is ook wel lijp, maar ik vind deze enger dan die met dat plateau onder je wat weggaat. Ja, serieus. Het zal allemaal wel getest zijn. Dus zal... Ja, joh. Veiligheid. Weet je hoe ik het altijd bekijk? Als er kinderen vanaf gaan, dan moet het ons ook lukken. Grote kinderen. Ja, toch? Grote kinderen. Ja. Dit is de achtbaan, dames en heren. Deze blauwe, waar Myron dus is in geweest, hè. Echt zo ontzettend lijp. Kijk dan. Ja, dit is niet normaal hoor. Je gaat gewoon twee keer over de kop. En weet je wat het ziek is? Aan het einde gaat hij weer terug. Dus je doet alles wat je vooruit doet, doe je ook weer achteruit. Ja, ja, misschien gaat hij straks wel. Ik heb geen idee. Maar deze is niet normaal hoor. Kijk dan. Zo lijp deze. Niet normaal. Maar laten we eerst maar deze zien te overleven. Ja, deze looping. Dit is toch niet normaal. Weet je wat sick zou zijn als ze een looping zouden kunnen maken in een hartje? Ik weet niet hoe je er ooit doorheen komt, maar... Zijn jullie er klaar voor? Zeker! Wow, we hebben veel banden, hè? Ja. Oh, we hebben te veel banden. We hebben echt een band. Ja, we hebben echt een band met elkaar. Ik voel het. Oh, dit is echt zo lijp. Wauw. Ik weet dat ik jullie echt heel lang ophype. En uiteindelijk duurt die attractie maar gewoon echt 5 seconden. Misschien nog geen eens. Moet je nagaan, we staan nu al hoog. Maar die ene waar dat plateau onder je weg gaat, is niet normaal. Een beetje hoger. Ja. Heb je al spijt van deze? Ja, weet je. Even kijken daar. Net zo'n klein kind nu. Die gaat kijken of je het nog wel durft. Wel heel mooi. Ja, het is helemaal niet erg als je het niet durft. Het is echt helemaal niet erg. Maar het is ook best wel spannend. Jij gaat samen met Gio? Ja, ik ga samen. En jullie gaan met z'n tweetjes? Ja. Wat was je naam ook alweer? Anna Lotte. Oh, ik verstond Rotte. Sorry. Oké, Anna. Ik zeg gewoon Anna. Oké? Anna. Anna is een vriendin van... Wat zijn jullie van elkaar? Stiefzusje. Oh ja, stiefzusje. Anna is stiefzusje van de Smee. Nou, dat kan je ook wel zien, hè? Ja. Dan had je het al door. Ik dacht al, jullie zijn vast familie. Ja. Hey, durf je nog, Gio? Ja. Ja? Jij bent helemaal hyped, hè? Zo, de filming. Oh, hij heeft de filming. It's okay, grazie. Ja, normaal gesproken mag je niet filmen, dus ze kwam al naar me toe van je mag niet filmen. Maar we hebben een bandje gekregen waardoor we mogen filmen in het park. Oh mijn god, daar gaat hij. Mensen, let op. Hè. Deze attractie heeft Myron dus gedaan. Oh,
Niet normaal, niet normaal. Dit herinnert me wel hoe hoog het is hier. Oh my god. Ik wil jullie wel horen schreeuwen, hè? Wat zijn jullie laatste woorden? Let's go! Let's go! Let's go! Oh my god. Hoe gruwelijk als je zo'n vader hebt, hè? Die nog gewoon gaat. Geniaal. Natuurlijk. Hij heeft gewoon 4 kinderen, hoe dan? Oké, de band vasthouden is belangrijker dan filmen, oké, schat? Onthoud dat. Ja. Oké, Gio, hoe moet ik zitten? Je moet je benen hier. Je moet achterstevoren. Doe maar zo tegen me aan. Ja, ja, ja. Ga maar gaan. Vasthouden? Really? Yes. Oh my god. Hij moet gewoon liggen hier zo. Ga je liggen? Oké, ik hou je benen goed vast. Komt goed, maatje. Komt goed. Ben je klaar, Gio? Ja. Die was herstel, hè? Holy shit! Het ging er los! Ja, maar we haalden het nog maar net! Ik dacht dat we er bijna uit gingen vallen. Cool. Ja, serieus, ik ben ook een beetje bang nu. Ja. Ook al heb ik hem al een keer gedaan. Deze is echt. Oh my god. Wow, ik denk echt. Nou, hoop ik dat zo, hè? Yes, please. Are you ready? Yes, no. Do you have some last nice Italian words for me? Tanto! Assolutamente! Oh! Oh! Hoe ziek was dat? Oh, ik zag hem al. Ik zag niks meer. Ik zag die baan niet meer, man. Vond je het leuk? Ja. Oh. Lekker gat, lekker gat. Oh. Oh my god. Het was gewoon een holle baan. We vlogen gewoon op een gegeven moment. We kwamen gewoon los, hè, van de baan. Oh. Wij kwamen nog maar net hier. Ja, dat zag ik, ja. Oké, daar komt Esme, samen met Anna. Ja, dit was zo'n adrenaline kick. Zo. Niet normaal, hè. Dat lust hem altijd niet, hoor, denk ik. Dat is zo sick. Hoe was het? Ik dacht, ik ga dood! Oh, niet normaal, hè? Mijn hartslag, jongen! Nou, jullie hebben het maar gedaan! Oh my god. Oké, we hebben het allemaal overleefd. Hé, hey, maatje! Hey, Luciano! Hij is veel erger dan je eigenlijk nog denkt, hè? Ja? Ja. Oh my god, dit was zo ziek. Maar we hebben het allemaal overleefd. En wat een begin van het park hier. Kom, maatje! Lekker koud. Wat is er, Luciano? Vind je het koud? Het is toch lekker? Kijk dan. Moet ik een kopje onder? Oh, kom maar. Nee. 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 Hey. Luciano, komt hier. 1, 2. Hij moest bijna huilen omdat hij het koud vond. En als je dan een beetje speelt, dan vindt hij het prima. Milana, hier mag jij vanaf. Hij vindt het helemaal leuk. Oh, jij mag hier vanaf. Jij mag hier vanaf, vind je dat leuk? Milana, wil je samen? Oké, okay, we lopen nu naar boven bij een paar glijbanen. En dat doen we even puur voor de kinderen. Want die durven hier waarschijnlijk wel vanaf. Ook al gaat dit ook nog best wel hard, hoor, moet ik zeggen. Maar dit moet helemaal goed komen. Dit moet helemaal goed komen. Oh, dat gaat echt nog best wel hard. Oh mijn god, Luciano gaat alleen, of niet? Oh, daar gaat Luciano, kijk dan. Luciano! Oh mijn god, Luciano gaat er gewoon vanaf. Kijk dan. Hé, hey, Luciano! Wat een save, wat een save. Hey. Oh mijn god. Luciano zijn gezicht, hij was bang. Wow, dat was niet normaal. Lekker Virginio. Daar gaan ze. Sneller. Daar gaan Virginio en Gio. Nu gaan Milana en Myron. Ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan de dames, hoor. Woe! Milana.
Milana gaat achterstevoren, kijk dan. Oh. Geniaal. Vond je het leuk? Gaan wij nu samen? Ja. Oh, dat ging goed, hè? Nog een keer? Nog een keer? Nog een keer mee. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Daar gaat hij. Ja, go, go. Je zwembroek ging uit, hè? Ja! Lekker Milana! Oké, we gaan nu ergens in. Ik heb geen idee wat dit is. Ik ben hier vorig jaar ook nog niet in geweest, dus we gaan het zien. Oh mijn god, kijk dit. Ik zie geen shit. Hey, niet zo schreeuw allemaal. Ik denk dat het steeds hoger. Dit is niet normaal, het is best wel hoog dit. Volgens mij is deze best wel vet. De Vulcan Kamika. Hebben we er zin in? Ja! Knol power! Kom op maatje, lekker glijden, hè? Ja, ik doe op! Oké, ze gaan een wedstrijdje doen met z'n tweeën. Ga, Gio! Zit in mijn billen. Hey, vloog jij ook? Gast, niet normaal. Ik vloog er vanaf, gek. Holy shit. Yo, dit was niet normaal. Oh mijn god. Ik vloog gewoon. Oké, Milana en ik gaan van deze glijbaan. Box. Ja, handen in de nek en glijden. Doe maar, Milana. Hier gaan we. Yay, Milana. Geniaal, echt geniaal. Dat is hard op je schedel, niet normaal. Oké, we gaan nu even met Luciano er vanaf. Deze win ik. Wil je deze doen? Luciano gaat glijden, mensen. Nee, zal ik eerst gaan? Ik ga wel eerst. Dan wacht ik beneden op jou, ja? Oké? Komt-ie. Papa! Vond je dat leuk? Ja. Ja, die is leuk, hè? Kijk, nu gaat papa. Kijk, dan gaat papa. Oh, daar gaat hij, hoor. Hey! Ja. Luciano gaat nu van de grote af. Kom maar, Luciano. Hey! Glijden. Kom maar, jongen. Hey! Deze is niet leuk, hè? Van de kleine. Hij wil van de kleine. Kom maar van de kleine dan. Yay. 1, 2, 2. Als het goed is, gaat Luciano nu er vanaf. Als het goed is. Hey! Duw maar. Hey! Wordt leuk? Ja. Kijk uit. Oh mijn god, vaderinstinct. Ja, weer. Vaderinstinct hoor, hij trekt hem even snel weg voordat Gio erop klapt. Oké, we hebben hier de mega-emmer staan. Daar zijn we natuurlijk al onder geweest, wij allebei. Maar op dit moment schijnt de zon niet. En misschien gaat het straks zelf regenen, dus het wordt sowieso koud. Dus we gaan nu 1 op 3 doen. Wie eronder moet, wel van de grote emmer, de hoge. Alle twee. Oh, alle twee? Ja, eerst de een dan de ander. Ja. Oké. Okay. Eerst voor mij. Ja, eerst voor jou. Dus als we nu gelijk hebben, dan moet jij erop. Ik zeg eerst bij jou, ja? Oké, 1 op 3. 3, 2, 1, 2. Nu voor jou. Ja, nu voor mij. 3, 2, 1, 3. Ah!
Waarom speel ik dat spel nog? Ik heb nog nooit gewonnen volgens mij. Oké, nou dan gaan we even emmertje pakken. Geen probleem, geen probleem. Ik hou mijn speedo vast, hè? Ja, ik hou mijn speedo vast. Ik kom bij de tweede erbij. Oh, het is koud nu. Ja, ik kom bij de tweede erbij, ja. Het is echt heel koud nu. Gaat ie. Oh, koud. Oh, maar nu is het lekker. Ja, dat klopt. Ah! Ik kom er erbij staan, ja. Lekker hè? Ja! Oké, heerlijk. We gaan denk ik van die ene af waar het plateau onder je weg gaat. En dat je in één keer naar beneden valt. De vrije val. Ik denk dat we die gaan doen. Hoe heet je? Senne. Senne, jij wil even hoi zeggen? Ja, hoi. Hoi. Nou, later. Wat is koud nu hè? Het is nu echt heel koud. Dit is niet normaal hoor. Dit is niet normaal, dames en heren. Kijk waar we nu vanaf gaan. Oh my god. Ga je ook weer? Ja, ik weet alleen niet of ik durf te filmen ook tegelijk. Snap ik, spannend. Maar weet je wat ik doe? Ik zet deze camera beneden neer en deze hou ik wel vast, ja? Ja, is goed. Dat ga ik doen. Want het is best wel spannend soms om inderdaad te filmen. Oké, dames en heren. We zijn ter hoogte van de band bijna, die we eerder hebben gedaan. De groene band. Maar we gaan nog hoger, zoals je ziet. Ik weet nog wel dat ik het vorig jaar net zo eng vond als nu. Dus het maakt niet uit dat je voor de tweede keer gaat. Ik weet wel dat ik vorig jaar zei, ik ben blij dat ik hem gedaan heb, maar ik doe hem nooit weer. En hier gaan we weer. Nog hoger dan de looping. We zitten elkaar ook allemaal bang te maken. Holy shit. Besef, 1,40 meter. Ga jij ook? Ja. Wat te gek. Ja, Heb je deze al gedaan? Ja, twee keer. Vind je leuk? Ja. Gio mag ook, hè? Maar die gaat niet. Heb je hem ook al gedaan? Jazeker! Iedereen wil even kijken. Mijn hart gaat al tekeer. Ja, mij nu ook al. Ik heb dat niet gehouden. Ik heb dat echt niet gehouden, maar nu wel. Oh mijn god. Succes, hé! Ready? Ready? Smoke? Schreeuwen! 3, 2, 1, go! Oh mijn god, ik zag ze niet helemaal trillen gewoon. Oh mijn god, ik ben ook helemaal aan het trillen, want benen gek. Ik wil niet meer. Oh, wat erg is dit? Nee, jij gaat het wel doen. Ik weet niet meer. Kom op, kom op. Oké, normaal zeg ik ga wel eerst, maar ik heb de camera, dus gaan jullie wel eerst. Ik zeg altijd al vaak ben je zo bang, ik ben nooit bang. Nou, oh my god. Nu ben ik te bang. Maar ik ga het ik ben niet te bang, maar oh mijn god. Maar straks als je beneden bent ben je zo blij en dan schreeuw je het uit en denk je yeah! Oh mijn god, kijk dit uitzicht trouwens. Daar moet je naar kijken. Je moet gewoon kijken naar het uitzicht. Ik vind dit ook wel eng. Ik vind het heel eng. Come on. Heel eng. You can do it. Wacht even, kan hij doen? Ja. Ga je doen? Jij kan dit. Komt goed. Oh my god. Oké. Komt goed. Bye bye. Oh my 3, god. 2, 1. Go! You like to say goodbye, hè? Yeah. Goodbye! Oh mijn god. Holy shit, dit is echt sick hoor. Ga jij met mij? Is goed. Ja? Holy shit, jongen. Oké, daar gaat die mensen. Like this. Yeah. And then head back. Yeah. Ready? Yeah, you count down. Ik weet niet wanneer die gaat. Oh my god, ik heb mijn billen! Oh my god, wow! Dat... Ja, ik maakte jou nat, hè? Wow, dit was niet normaal weer, hè? Was dat vet? Dat was vet. Oh my god, dat was niet normaal. Zoals jullie zien, we zijn niet de enige Nederlanders hier op vakantie. Weet je wat grappig is? Milana gaat altijd overal bij staan. Goed zo, lachen, hè? Milana gaat ook altijd naast mij staan en dan lacht ze en dan duimpje omhoog. Kijk, net als nu weer. Gewoon lachen. Zo schattig. Ja, als je met Myron op de foto wil, dan moet je ook met Milana, hè? Lachen. Luciano, wat ben je aan het doen? Ben je aan de molen? Ben je lekker aan het draaien? Nou, hij vindt het helemaal geweldig. Eigenlijk moet hier natuurlijk geld in gegooid worden, maar dat hoeft niet. Luciano vindt het zo al leuk genoeg. Hij geeft gewoon gas. Wow, kijk eens wat dit is. Wow. Zullen we naar beneden?
Hij snapt er niks van. Hij zit helemaal zo wow, 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 wow. Hij heeft wel vet gedaan dit hoor. Echt geniaal. Oh mijn god, oh mijn god. Dames en heren, let op wat er gaat gebeuren. Gaat boven het vuur, hè? Let op. Voelt de hitte hier gewoon. Ja, echt hè? Geniaal, geniaal. Op dit moment is het golfbad bezig. Dus dit hele bad hier zo gaat helemaal vol met golven. Heel vet. Nou, kijk, ze liggen hoor met z'n tweetjes. Liggen jullie lekker? Ja. Ah, ik denk dat Luciano met 1 minuutje in slaap valt. Ben je een beetje moe, maatje? Ja, je bent een beetje moe, hè? Kijk, dan doe je zo'n beetje het handdoek zo over je heen, zo. Zo, zo, lekker, hè? Kijk, helemaal inpakken zo. Dan ben je net een wrap, zo. Ja. Zo, dat is lekker hè? Ja, die gaat sowieso in slaap vallen. In ieder geval, we zijn eventjes terug. We gaan heel even chillen, we gaan even wat eten, even lunchen, middag eten. En dan straks gaan we natuurlijk weer verder met de gekke achtbanen. Ik zeg elke keer achtbanen, maar ik bedoel glijbanen. Jullie snappen het wel. Maar geniaal dit, echt superleuk. We hebben hier lekker eten. Oh, jeetje, wat zijn dat voor kipstukken, gek? Ja, dikke kip, die zijn goed gevoed, maat. Niet normaal, hé. Zo, kijk eens even. Dit is even. We hebben kipstukjes besteld. Dit is voor papa. Holy moly. Kijk dan. Kijk dan! Holy shit! Oh, er zit bot in, ja! Ik wist niet dat er bot in zat! Oh mijn god! Ja, dit is echt niet normaal, er zit veel meel omheen. Ja, ik heb nog nooit veel geslechter gehad. Lekker? Nou, ik vind het wel lekker hoor. Voilà, lekker! Follow. Oké, heel even dus energie bijvullen. En dan straks, als we dit op hebben, zonder bot, gaan we lekker zwemmen. Wat een puinhoop. Niet normaal. We hebben gegeten. Ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou eigenlijk nog even willen uitbuiken. Want ik heb echt net gegeten en ik kan heel slecht tegen eten en dan daarna van de glijbaan. Maar iedereen wil weer, dus ik ga mee. Let's go. We pakken de cameraatjes weer en daar gaan we. Oké, dames en heren. We zijn weer bij de glijbaan met de band. Nou, deze verveelt niet. Deze verveelt niet. Maar het blijft ook wel spannend. Oké, Esmee gaat samen met Gio. Hoppakee. Oké, dit wordt vet, hè? Vasthouden. Hey, net ging je niet gillen. Net een nee. Klaar, doe het duimpje omhoog, jongen. Hey, lachen. Lachen, jongen. Vasthouden. Vasthouden. Hij zit er veel te chill in. Ciao. Ciao. Hij is wel redelijk een coole kikker, hoor, die Gio. Cool, inderdaad. Ja. Waarom leeft hij dan? Ja, echt een coole kikker. Oké, dit wordt echt heel sick. Samantha en Mario gaan met z'n tweeën. Samantha! Woe! Oh, dit wordt wel heel vet. We gaan nooit meer. Samantha! Wow! Oh mijn god! Ze hebben het gedaan. Dit was echt leuk. Samantha ging van geen één glijbaan en nu wel van deze. Echt top. Echt leuk. Nou, was toch best leuk? Ja, best wel leuk. Maar ja, er had het water in gezet. Ja, dat is wel close. Yeah. Ja, snap ik. Yeah. And we see you again. Bye bye. Bye bye. Oh shit. Oh shit. Gingen jullie nu harder? Ik ging nog veel harder. Hoe dan? Oh, weet je waarom? Zodat jullie wisselden. Ik ging achter. Ik ging echt gewoon vol mijn gewicht erin. Wow, we gingen veel harder. Ik had het gevoel dat wij loskwamen daar, joh. Ja, dat is niet normaal. Ja, volgens mij ook bijna. Hey, Samantha is meteen weggelopen. Dat vond het wel leuk. Ja? Sek hoor. Oh my god, dit was niet normaal. Ik heb een allerhoogste. Allerhoogste? Met Gio. Gio. Ja, dat je laat vallen weer. Wil iemand anders die ook nog een keer doen? Nee, ik niet. Ik doe die één keer en dan ben ik er wel klaar mee. Ik wil nog een keer wel een keer doen hoor. Ja, ik had zoveel hoofdpijn daarna. Ik klapte heel hard met mijn hoofd tegen die glijbaan. Oh, maar ik deed ook mijn hoofd naar voren. Ik snap niet waarom je dit moet doen. Ja. Hi. Hey. Ga je nog een keer? Ja, ik ga nog een keer. Zo, nu ben je een keer een van de weinigen die er nog vanaf gaat. Ja, ik vind het super stoer van Gio dat hij van die hoge af durft. Ja, hij zei van, gaan we straks ook nog van die hoge? We zijn er net vanaf geweest. Niet! Hij werd dan bijna boos dat we daar al af geweest waren. Oh ja, maar hij was er niet bij. Nee, hij was er niet bij. Hey. Ja, maar daarom ga ik mee en dan ga ik filmen en dan ga ik daarna nog een keer. Ja, leuk. En dan ga ik proberen deze keer niet zo moeilijk te kijken, want ik kijk altijd zo. Nu moet je gewoon helemaal stoer dan kijken. Probeer het. Ik ga proberen geen uitdrukking op mijn gezicht te doen. Ja, als je dat kan, zou echt knap zijn. Ga ik proberen. Vind je het spannend? Beetje. Beetje. Gaat goed komen. Heel sick hoor dat Gio het doet. Heel
heel sick. Ben je er klaar voor? Kleine man gaat gewoon, hè. Oh, hij gaat gewoon. 3, 2. Oh, daar gaat hij. Oh, kut. Oké? Ja, hij is oké. Oh, geniaal. Oké, daar gaat hij, mensen. Ik ga voor de tweede keer. Gas voor de tweede keer. Ja. Wil jij rechts? Nee? Nee, ik ga links. Voelt vertrouwd. Ja, dat is waar. Straks ga je staan en dan... Ja, ik vind het ook wel sick dat hij hier de hele dag staat. Oké, ciao. Ciao. Oh, we gaan gewoon nog een keer, jongens. Oh, waarom doe ik dit, jongens? Waarom doe ik dit? Oh mijn god. Okay. Ik ga proberen geen gezichtsuitdrukking te doen. Oh, oh, hij gaat nu aftellen. En 3, 2, 1. Ja, we gaan niet. Opnieuw gedoopt. Oh. Ja. Gewoon weer gedaan. Oh mijn god. Waarom? Arjen. We gaan deze doen, hè? Yeah. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Luciano, ga je naar mij kijken? Ik ga deze glijbaan nemen en dan ga ik jumpen en dan ga ik naar jou zwaaien. Zwaai je dan terug? Ja? High five. Oké, goed opletten, hè? Oké, daar gaan we, mensen. Dit is echt een geniale glijbaan. Je wordt namelijk gelanceerd. Kijk, je gaat hier, ga je naar beneden. En dan hier maak je een jump. Geniaal! Oh, helemaal als je het boekje tussen je billen doet. Oh, sorry. Hey, Milana is boos. Ren maar weg. Kijk, 1,40 moeten zijn. Oh, dat is wel sneu. Oh, Milana moet 1,40 zijn, maar dat is ze nog lang niet. Oh, ging ze daar boos doen. Ja, dat is wel een beetje sneu. Maar je hebt achtbanen. Of, ach, ik zeg altijd achtbanen. Maar je hebt dus glijbanen en die zijn voor 1,30 meter of voor 1 meter. En anders 1 meter is 40, maar ja. Ja, Milana is 1,20. Milana is 1 meter 20, hoor ik. Er zijn heel veel glijbanen waar ze wel vanaf mag, maar deze is blijkbaar te heftig. Ja, dat dus. Oké. Okay. Maar nog wel, stel. Ja, deze is echt best wel stel. Ja, deze is... Oh, hou je die goed vast, vliegen. Hè. Nee, valt mee. Doe maar. Succes. Benen eruit. Oh, mijn god, zie je? Die zet er keihard af, gek. Ik weet het niet, hoor. Tuurlijk wel, kom op. Nee, ik ga niet. Eerst ga maar eerst, Anna. Ja. Anna is de lul. Anna is de lul. Is ja, je ziet het uiteinde niet. Doei, schatje. Doei. Doei, Anna. Yo. Yo. Oké, later. Oké, nu gaan wij. Oh, jongens. Dit komt goed, ja. Dat komt goed. Vond je hem leuk, maatje? Ja? Luciano is een beetje moe, maar deze was wel echt geniaal, jongen. Echt leuk. Echt heel vet. Oké, wat we nu gaan doen, dames en heren, is echt geniaal. Hoppa! We gaan nu een band meenemen. En die band ligt hier beneden. En we gaan nu een glijbaan doen waar jullie waarschijnlijk echt niks van mee zullen krijgen. Want het heet de Black Hole. En zelfs Milana, die gaat hem doen. Alleen we zien Milana niet echt, want we zien alleen een lopende band. Geniaal. Oké, dit wordt wel echt heel erg leuk. Dit wordt echt heel erg leuk. Maar nogmaals, waarschijnlijk horen jullie alleen maar geschreeuw en... Zoals dat, ja. Zoals dat. Nou, daar hebben we Milana en mama Myron. Zijn jullie klaar voor? En zijn papa. Oei, joh. Eentje gaat harder dan de ander. Ja. Welke dan? Which one goes harder? Ah, je hebt twee opties. Eentje gaat harder. En dat is die. Niemand gaat ook deze. Iedereen neemt de hardste. Maken. Ja, we gaan ook met z'n allen een rijtje maken. We moeten altijd netjes op onze beurt wachten. De Speedo Boy. Ja, yeah, you ready for the Speedo Boy? Chupa, Pizzi, Johnny. Oh, oh. Oh mijn god. Ik zie niks. Oh mijn god. Ik moet zeggen, deze is nog best wel heftig hoor voor Milana, dus ik ben heel benieuwd. Hey Milana! Vond je hem niet leuk? Vond je hem te eng? Ja? Oh, maar je bent er, je hebt het gered. Loop hem maar uit. Oh, dit is nog best eng hoor. Ja, ze moest op het begin huilen, maar nu vindt ze het leuk. Ha 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 ha
Geniaal, geniaal. Yo, serieus? Sick wat Milana dan heeft gedaan. Ja, toch? Echt hoor, super stoer. Echt knap. Hoe komt het eruit dan? Ja, een beetje huilen. Huilen? Ja. Echt? Milana, Milana, ik vind het super stoer dat je het hebt gedaan, box. Vond je hem cool? Niet zo, een beetje te eng, hè? Ja, maar ik wil die blauwe. Wil je van die blauwe? Oh, een mier. Een mier. Oké, okay, Milana vond hem een beetje spannend, maar ze vinden het nu al niet meer erg. Precies, nu heb ik het gedaan, hè? Knap hoor, heel stoer. Oh, dit is die ene dat je gaat vliegen met dat matje. Ja, vliegen. Mag zij dan om? Hier, even kijken. Milana, komen ze ernaast staan? Nee. Oh, nee. Huh? Ze is helemaal niet 1,20. Ja, we hebben er net een knot op de hoogte gedaan, daar mag ze overal in. Maar die knot is nu afgezakt. Nou, dan moet hij weer even parren. Oh, even kijken hoor. Hoe doen we dit? Even een momentje, Milana. Je bent nu nog 1,16 volgens mij. Even kijken hoor. 1,20? Ja! Oh. Ja. Druk ik je hoofd tegen de hand? Je duwt gewoon. Sorry, sorry. Sorry, Milana, sorry. Nee, ik dit nou echt? Oh, sorry. Sorry, Milana. Als je kijkt, wauw. Nee, ik drukte de hoofd niet. Ze ging zelf naar voren. Nou, één ding weet ik wel. Ik ga deze niet doen. Sorry? Ik heb last van mijn nek. Ja, slim, toch? Ja. Het is een van de eerste keren dat Marius zegt dat ik slim ben. Omdat ik deze niet doe. Heel verstandig voor mij. Ja, deze vind je wel leuk, sowieso. Ze gaat hem niet leuk vinden. Nee, hoor. Het moet goed komen, dit. Wow! Wow. En ze had er voor over. Holy shit. Geniaal. Ja, die was sick. Die was heel sick. Links is Myron, rechts is Esme. Daar komen ze. Gestrekt. Wow. Oh, nee, nee, nee. Mijn broekje is uit. Oh, jij bent fucking mooi. Ja, die zat er voor over was heel nice. Ik zag het bij ze hier. Ik dacht, we gaan ook doen. Maar toch niet doen? Nee. Kom op, Anna! Oh my god. Holy shit. Best wel sick. Gaat ie goed? Ja, tuurlijk. Dat was een epische val, mensen. Dat was een epische val. Holy moly. Hij was best wel heftig, of niet? Nou. Geniaal. Milana, ga je met Myron? Ga stiekem, kom. Myron, Myron, wacht, wacht, wacht. Oké, deze glijbaan gaat duidelijk. Waarom ga ik niet zo hard? Ik ga ze veel te zacht. Wauw, wat leuk. Yay, yay. Zo leuk deze. Yay. Ja, ik zag het. Ja, ik moet nog een keer gaan, maar dan met mijn blote billen. Oh, maar je zit niet aan en ik ging nog hard. Ja? Normaal. Je kan bijna niet, je kan niet met z'n tweeën. Nee. Nee? Ik wil het even nog een keer doen. Waarschijnlijk ga ik nu wel heel hard, omdat ik mijn broekje tussen mijn billen heb. Oh, daar gaan we. Oh, wow. Laat nou. Oh mijn god. Oh mijn god. Holy shit. Dit is niet normaal. Oh. Wow. Boy, yo. Dit is niet normaal! Oh my god, jij niet normaal! Wow, je vliegt er gewoon bijna uit, joh! Holy shit, hij is heel heftig, ja! Oh my god! Niet normaal, mijn hele benen gingen aan de zijkant van de glijbaan! Ziek, joh! Ja, deze was wel heftig, hoor! Leuk! Leuk afsluiten! Mooie afsluiter, perfect! Dit is zo geniaal, mensen, serieus. Oh. Ah, ik miste het! Ah.
my god. Dus ze wisten niet dat die grote ook nog kwam. Oh, geniaal. Wanneer komt het nou? Oh my god. Wow. Ze gaan achter elkaar nu. Holy shit. Die had jij niet door. Nee, die had ik niet door. Oké, dames en heren. Dat was het voor vandaag. Voor het attractiepark. Glijbaan. Waterpark. Waterpretpark. Waterpark. Ik denk waterpark. Ja, dat is het. Het was geniaal. Ik heb ontzettend genoten. We hebben zoveel mogelijk proberen te doen met z'n allen. En we gaan nu alle spullen pakken. En dan gaan we er vandoor. Maar echt waar. Ik vond het zo geniaal. Vooral die met de band. Gewoon 2 keer gedaan. De allerhoogste daar. De soort van vrije valglijbaan. 2 keer gedaan. Ja, super lijp. Die andere dingetjes tussendoor waren ook echt geniaal. Echt serieus een topdag. Als jullie hebben genoten, ik zou zeggen, doen we even een duimpje omhoog. Geniaal. We zijn weer terug, dames en heren, op Il Gabbiano. Zo, wat een reisje hebben we gehad, hé. Ongeveer 50 minuutjes. Beetje druk op de weg, dus ik heb niet constant door kunnen rijden. Maar we zijn er en we gaan even een plekje zoeken voor lekker avondeten. Oeh, we hebben een cadeautje voor jou. Ga maar zitten, ga maar zitten. We hebben een cadeautje voor jou. We zagen dit hangen en we moesten meteen aan jou denken. Dus ik ben benieuwd of je het dus dan weet je dat, hè? Wij denken aan jou. Nou, ben benieuwd wat je ervan vindt. Maar we gaan het aan je geven. Waar hou je heel erg van? Roze. Ja, en wat voor ijsje heb je vanmiddag besteld? Wat voor ijsje had je vanmiddag besteld? Een eenhoorn. Ja, eenhoorn ijsje had je besteld, hè? Is die mooi? Kijk. Oh, de glitters ook. Wow. En ik kan ook zo helemaal zo de andere kant op vegen. Dan is je eenhoorn een andere kleur. Vind je die mooi? Mm-hmm. Ja? Nou, die is van jou. Cool. Precies. Pas precies. Hoofdje kleren. Diva hoor, hey, Diva. Nee, up. Wow. Wauw. Wat zeg je dan? Vooral met die crocs vind ik mooi. Alsjeblieft. Perfecte camping outfit. Super mooi toch? Ja, kijk dan hoe gaaf. Doe dat nog eens. En nu de andere kant op. En nu weer omhoog. Wat? Geniaal toch? Prinsesje. Dat is magie. Wow. Top. Ja. Krijg maar een knuffel? Ja. Oh. Alsjeblieft. Ja. We hebben ook een cadeautje voor Luciano in het tasje liggen daarachter. Oh echt? Luciano. Oh, hebben we die mee? Luciano. Een cadeautje. Een cadeautje voor jou. Oh, snap. Cadeautje voor jou. Even speentje uit, anders kunnen we je niet horen. Ik doe net een glijbaan. Ja, net te hoog. Ja, die hele hoog. Ging je van de hoog glijbaan? Ja. Wow, vond je dat niet eng? Nee. Wow, wat ben je stoer? Ik vind het niet meer eng. Dat vind je dat niet meer eng? Nee. Maar er zit hier een cadeautje in voor jou. En dan zeg je 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoppakee. Hier, cadeautje. Wat is dat? Een octopus. Een octopus. Wow, hij wist dat gewoon. Je wist gewoon dat het octopus was. Geef hem. Laat hem maar, laat hem. Nee. Dat wist je zelf ook. Je is boos, hè? Boos. Weet je ook hoe dat moet? Schatje, wij gaan stoepbranden. Ja, heb ik zin in. Let's go. We hebben hier een bal. Die hebben we helaas nog steeds niet aan het jongetje kunnen geven die zo'n... Die hebben we nog steeds niet kunnen geven aan het jongetje die tegen de deur aanviel hier en zo'n snee in de hoofd heeft. Ja, geen idee. We hadden hem speciaal voor hem gekocht, maar uiteindelijk hebben we hem nog en we hebben hem niet meer gezien. Maar we gaan stoepbranden. Ja. Nice. Nu of na het eten. Ik heb hoofdpijn al de hele dag. Glijbaar, boy. Dan maar nog een parasol ding van Milan. Ja, ook nog. Oh mijn god. Milan. Kijk goed naar de bal. Ja, dankjewel. Ga je ook bij mij doen zeker? Ja. Oké, okay, we gaan stoepbranden, ja? Ga je bij mij staan? Ja. Oh, is het team Luciano en Enzo tegen team Myron en Milana? Oh, au. Wacht even hoor. Stoepbranden. Gooi maar terug. Tegen de stoepbrand. Ik zie nu tegen de stoepbrand. Oh ja, hij komt tegen de stoepbrand. Laten we gaan. Oeh, bijna. Tegen de stoepbrand. Wow. Win niet. Dat was tegen de stoepbrand, hè? Win niet. Ja, ze probeert hem tegen de stoepbrand. Kijk. Oh, weer. Win niet. Je moet echt een keer afvangen. Ja, je moet hem vangen, ja. Nou, nu jij, Milana. Hey. Ga maar weer gooien. Wacht even. Oké, we wachten even. Ga je helemaal vanaf boven? Wow, goed zo. Oh, hey. Helemaal vanaf daar, hè?
Oké, okay, kom maar tegen de stoeprand. Oeh, elke keer net niet. Ja, 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 en vangen. Hé, hey, puntje. Nu mag ik. Ja, Marwe gaat hem nu weer naar jou gooien. Oh. Oh, ja, pak hem, pak hem. En gooi hem maar weer. Helemaal vanaf boven. Zo. Goed zo, maatje. Hier, yeah, gooi nog maar een keer. Kijk hoe geconcentreerd zijn. Goed zo. Hé, hey, nee. Oh. Oh. Vertel mij even wat de eindscore was. Kom daar staan. Ja, de eindscore was 5-3 voor ons. 5-2. 5-2. Oké, wij doen 1 tegen 1. We doen gewoon golden goal. Wie de eerste punt maakt heeft gewonnen, ja? 2-2. Bokken, mag ik eens? Ah, wat een lullo, hè. Wat een lullo. Normaal ben jij het, hè. Nee, bij jullie is het wel altijd... Jullie zijn wel echt aan elkaar gewaagd. Okay, oh mijn god, de eerste van mij mis ik. Hij raakt meteen de eerste. Ik had van jou verwacht. Jij hebt ook zo'n gevierd. Hoe? Als het ergens om gaat. Tot de 3. Tot de 3. Tot de 3, hij staat 2-0 voor. Als hij het nu weer doet, dan... oh mijn god. Ja, ik ben te overmoedig. Ja? Oh. Oei! Oh, nice. Ik moet pakken. Oh, kijk maar. 2-1. 2-1 staat het. Ja, dan kom hier weer. Oh. Nou, doe de 3 even. Dat zou dan wel weer typisch Enzo zijn. Ja. Weet je wat zo ziek is? Het is echt zo'n lekker gevoel als je de soep aan het raken. Ja, klopt. Oh, als je nou... Oh. Ik ben helemaal... Ah, jammer man. Oh, oh, oh. Wat een mooie stoeprand. Kijk dan. Oh. Oh, nee, 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 nee. Ah. Ik kom er niet bij. Ik kom er niet bij. 2-1 nog steeds. Oh, yes. 2-2. Zo, 2-2, als ik het nu doe. Dat is een Enzootje. Ja. Hola! Dat is een Enzootje. Ja, dat is altijd zo. Maar papa heeft wel 2 keer. Echt niet normaal. Hij zegt eerst golden goals, die is de winnaar. En daarna tot de 3. Nee, het was mijn plan. Nee, ja, grapje. Was mijn plan. Nice, nice. Zo, dames en heren, ik heb het avondeten gekregen. En ik heb vanavond gewoon even simpel avondeten. Ik heb gewoon een paar stukjes kip met kaas. En een beetje een kleine salade. Met wat drinken erbij. En gezelschap. Super gezellig. Hi Milana. We zitten aan de kop van de tafel, hè? Oh, heb je lekkere kipnuggets? Nice. En patatjes. Nou, ze hebben allemaal kidsmenu. Heerlijk hoor. Zo, dames en heren. Vandaag was echt geniaal. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb wel heel erg last van mijn keel. Van het schreeuwen en het gek doen met de kinderen. En oh, het was echt grandioos. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Wat is er? Wat? Ja, de deur moet dicht voor de muggen. Oh mijn god, wat is dit voor zieke springkraan? Springkraan, gek. Kijk, die mieren hier, ze lopen gewoon in de lijn. Oh, hij loopt. Oh mijn god, kijk al die mieren op de muur hier. Ja, die lopen altijd in de lijn, hè? Die laten dan een soort van geur achter en die lopen dan allemaal in de lijn. Oké, die springkraan ziek zijn, hè? Ja, dat is echt een joekel. Zo, die mieren lopen allemaal daar zo. Kijk dan. Wow, die mieren lopen zo'n hele lijn. Kijk dan. Helemaal zo, zien we dat? Mooie hoort, ik kom weer. Ja, het gaat echt hard onweren. Maar vandaag was geniaal, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!